Hello to all the people who are not Dutch who want to watch this vlog. I'm so sorry, but it's in Dutch since I was at home and everything was Dutch. So I wanted my vlog to be Dutch too. So I'm sorry, but next week there's going to be another English vlog. So see you then. Hallo voor alle Nederlanders. Dit is mijn kerstvlog. Dit is de vlog van toen ik naar huis ging voor kerst vanuit Oxford. We zijn terug, jongens. Na 14 weken in de UK te zijn geweest, zijn we weer in Nederland. We gaan nu op weg naar de aankomsthal. Yay! Ik ben net weer thuis terug aangekomen. Dit is zo raar. Het voelt zo raar. Ik kan het echt niet omschrijven, maar het voelt heel raar. Het is mijn eerste dagje in Nederland. Ik heb vet lekker geslapen, maar het was wel heel raar om wakker te worden in mijn eigen bed. Of eigen bed. Ik weet niet of het mijn eigen bed is, want mijn bed in Oxford is ook mijn eigen bed. Anyway, we zijn op weg naar Leiden. Ik heb Leiden heel erg gemist. En ja, dat is my little city. Deze stad echt gemist. Ik vind het leuk. Jongens, mijn bestelling is er. Deze microfoon. En ik ga hem nu uitproberen. Ik wil ook wel een rand van maken. Ik woon aan de rechterrand. Mijn haar is kort. Kijk. Wauw. Goedemorgen, het is dinsdag vandaag. We gaan zo meteen naar de SS Rotterdam, want we hebben een high tea daar. Heel cool. Ook weer lekker Engels. Ik ga scones eten, denk ik. Nu al zin in. Maar, dit is mijn outfit. Het is hier een beetje donker. Wacht, even kijken of ik meer licht kan creëren. Misschien kan ik het zo even filmen. Rokje, shirtje, jasje, ketting, hakken, ho. Ik weet niet of je dat kan zien. Ik heb hakken van mijn moeder gestolen. Er is niet zoveel licht. Hé, kak. Ik kan kijken of het in de gang lukt, maar ze zijn hier aan het verven. Zusje is haar kamer aan het verven. Dit is een beetje een puinhoop. Hoi. Hoi. Oh, het wordt ook echt... Ga je in het Nederlands vloggen? Ja. Een kerstvlog, anders sta ik hier de hele tijd zo Engels te praten. Ja, we maken hier een echte kerstkamer van. Mooie combinatie. Het stinkt wel een beetje, zeg. Oeh. Hé, wat vind je van mijn outfit? Ja, leuk. Oh ja. Ook dat jouw fans niet aan. Dit is hem. Nee, maakt niet uit. In our bed, I'm without your kisses. I'll be needed stitches. It's one of them onesie evenings. Ik ben vlogmas aan het kijken. Dat is nieuw. Het is heel leuk.
En ik zat net een nieuwe video van Marcus te kijken. En even de fangirl in mij. Blijkbaar zijn Marcus en Naomi uit elkaar. Ik vind het zo zielig en stom. En ik was echt even verdrietig. Chill. Ik snap echt niet waarom alleen maar Nederlanders dat doen, want het is echt chill en makkelijk. Het is Christmas Eve en dit is mijn outfit. Fancy, ik heb nog andere schoenen mee. We gaan zo naar mijn opa Noah in Drenthe rijden, want daar hebben we vanavond kerstdiner. Wat voor muziek luister jij nou weer? Is het Lil Kleine? Oh ja, de kamer is geverfd. Het was eerst roze trouwens. Ja, heb ik! Ja! Ja! Er is altijd stress als we weggaan. We schreeuwen naar elkaar. Deze panties. Echt de kutste panties ter wereld. Ja, die. Zijn van de HEMA. En ze waren €1,75. Maar kijk, het enige wat ik erin heb gedaan is in de auto zitten. En hij is nu al helemaal stuk. Er zit al een ladder, hè, bij mij. Serieus? Ja, bij mijn voet. Enorm. Kijk. Was het druk? Ja. Dit ziet er heel raar uit, maar het is een rijzer hoor. Het gaat ook bijstaan. Het wordt heel lekker. Nou, voorbereidingen zijn in volle gang. Weet je wat er in de vijfeltje zit? Nou, ras al gloed. Ras al gloed. Ik heb ook. Er zijn bordjes. Dit is de vijfeltje. Met ras al gloed. Met ras al gloed. Lekker. En dat doen we dan in een bakje. Ja, lekker. En dit zijn eierdopjes, wist je dat? Oh, eierdopjes. Ja, dat waren de eierdopjes voor vijfeltje. Meer, het is heel professioneel. En daar gebeuren ook allemaal dingen. Het gaat over een thermometer. Met vlees. Over. Dat is een kerstbaan. En Silke heeft ook een piek. Dus ja. Vroeg gevoel. Ja, ik had het later pas door dat je dat aan mij fluisterde. Ja. Bij wie was dat, Tietje? Nou, vertel mam. Wat is het? Ja, wildterrien, wat we geen terrien mogen noemen. Wildterrien, zonder smotsige gelei-achtige konijn en fazant in en lever. Mam, en pistachenootjes. En pancetta zit er omheen. En ras al goed. Ras al goed. Dat is het leukste, het ras goed. Jongens, cheers. We hebben net ook nog soep gegeten en het was, wat was het ook alweer? Courgette en venkelsoep. Silke, wil jij het was heel lekker. Nu hebben we het hoofdgerecht. Ik moet heel veel saus over mijn vlees gooien. Oh, wow. Even het eten gewoon. Mijn stoetjes in het laatste stadion. Hier wordt een fontaan met zo'n chocola. Waarom is dat niet gebeurd? Merengue met room erin. Nou, en dit spul er allemaal op en erin ook. Jij zou een chocolade. En nu ziet het eruit als een pruimhoop. We zijn Pictionary aan het doen. Nou ja, die heb ik toch al eerder gehad. Oma en papa zijn heel fanatiek, want die schreeuwen heet het de antwoorden bij andere mensen. WC-ontstoppen. WC-borsten. Ja. Zie je? Ik deed voor jou. Ja hoor. Ik vind dat echt irritant. Ik wil het zelf praten. Ik wil het zelf praten. Meert. Ja. Wat ben je aan het doen? Liggen. En slapen. Waarom lig je daar? Wil je me? Nee. Wel. Nee. Echt wel. Niet. Hoe erg je ontkent. Is dit jouw hoofd? Oh, nee, wat ben je zeker? Hier. Zeg nou eens wat je net tegen bent. Ik lach gewoon. Nee, je zei, ik wil slapen. Hey. Hi. Oh, jullie zijn Ik val van bed.
Nou, Merry Christmas, people. Het is vandaag eerste kerstdag, wat trouwens best gek is. Daar ben ik achter gekomen dat het heel raar is dat wij in Nederland twee kerstdagen hebben. Want in alle andere landen is het gewoon Christmas Day of zo, weet je wel? Nou, anyway, het is eerste kerstdag. We zijn weer thuis. We zijn vanochtend naar huis gereden vanaf mijn opa Noah. En het is nu alweer 3:30. Ik denk dat ik even warme chocolademelk ga maken, zit ik net te bedenken. Ik voel me niet heel kerstig. Ik heb wel even mijn Christmas jumper aangedaan, maar het voelt niet heel kerstig of zo. Stom, hè? Maar vanavond weer een kerstdiner. Morgen een hele familie van mijn vader komt langs. Ook nog een kerstdiner, dus wel heel leuk. Recept voor de meest fantastische chocolademelk ooit. De melk in een mok. Neem Nutella, of in dit geval hazelnootpasta. Flinke eetlepel. Erin. Ja, dat lukt me alleen niet met één hand. Magnetron in. Zodra het een beetje opwarmt, gaat die Nutella iets meer smelten. Maar dat is nu nog niet echt het geval, dus hij mag nog even terug naar magnetron in. Dit begint er al meer op te lijken. En als hij nou nog heel licht is, zoals deze, kan er denk ik nog wel wat Nutella bij. Want kijk, dit is met cacao. Als finishing touch gooi ik er nog wat kaneel bij. Oh, dit is zo lekker. En dan. Zijn eventjes Michael Bublé's Christmas album aan het luisteren. Oeh. Open haartje. Alle kaarsjes aansteken in het huis. Leuk, want die warme lucht zorgt ervoor dat ze gaan draaien. We hebben trouwens deze kerststal en dit heeft mijn oma gemaakt. Zelf gemaakt. Kijk naar dit. Zo mooi. Schaapjes. En daar. Een sterretje. En een engeltje. Ik denk dat we nu wel een prijs kunnen winnen voor de meeste kaarsen in een huis ooit. We gaan nu even wat thee drinken. Wat lekkers eten. De keuken is al helemaal. Nou, nog niet echt. De voorbereidingen zijn nog niet echt in volle gang. Beetje. En ik weet niet wat we nu gaan doen. Het ziet er in elk geval heel Christmassy uit. Inmiddels zijn de wel voorbereidingen. Zijn de voorbereidingen wel in volle gang? Ik kan echt niet meer praten. Allemaal zooi ligt daar. Oh, daar is meer. Dit wordt bruschetta. Meert en ik maken altijd het toetje. Dat is een traditie. Hoe lang hebben we dat nou al gedaan? Voor het vierde jaar maken wij al toetjes. Dus we moesten 3 toetjes maken. Of tenminste, ik maak er 3 meer. Te maken voor 2. Gisteren hadden we een merengerol. Heb ik dat gefilmd? Volgens mij niet. Vanavond bonjourtaart die ik heb gemaakt. Dat was best makkelijk. En morgen dit. Witte chocoladetaart. Met cranberries. Dus daar zijn we nu voor bezig, want dat is voor morgenavond en we zijn altijd goed voorbereid. En dan doen we dit wel even. We kunnen wel makkelijk zo. Dit moet je bij in uur. Wat voor chocolade? Wat voor puur? En silke? Melk? Melk. Kijk hoe leuk, we zijn echt een goede match met z'n drieën. We zijn echt een goede match. Een goed team. Afgekocht zijn mijn kaarten. Echt niet. Ja, ik kan. Thank you. Ik krijg mijn laatste aan. 2. Ik ga nu voor het eerst Je moet nu niet denken aan de slag die ik voor buiten laat. Yo! Kom in, man. Yo! Wow! En hij had een van de hoogste scores uit. Ze is echt gaan winnen. Bijna. Ik vind het niet heel lekker. Yes. Gelukkig. Stinkt ook een beetje. Nou, de taart. Moet zeggen, dat has failed too. Rice? Ja, het is veel te rice, maar ik bedoel, hoe zeg je dat in het Nederlands? Is niet gewezen. Ja, maar is er niet zo'n mooie uitspraak voor zoals in het Engels? Nee. Nou, oké. Okay. Lelijke uitspraak. De taart is niet meer, is niet gerezen. Hij is veel te rice, het klinkt veel mooier. Maar anyway. Hij is nu heel erg klein en dunnig. Maar mama kan hem heel goed snijden. Nou, dat weet ik nog niet. Ik wel, mama kan hem heel goed snijden. Ik ga best even inkoken voor het toetje. We hebben een shoot-out en hier wordt dan een soort gelei van. Het ziet er best mooi uit. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Nee. Even daar. En dit is het toetje. Het is een shoot-out met bosbessen spul erop.
Ik heb net Cluedo gedaan. Ik heb gewonnen. En ik was de beste. Echt niet. Ja, er werden foutjes gemaakt, dus ja. Onder andere door Meerte. Meerte en Silke. Meerte was echt een rat. Ja. Ik dacht dat Silke ook aan het fucken was, maar het was eigenlijk niet zo. Het was een mindfuck. Het was één grote mindfuck. Dat is niet leuk. Ik vond het wel leuk. Is het niet zo leuk? Nee, dat vind ik echt niet zo leuk. Oh. Wat zijn jullie nou weer aan het doen? Oh my god. Komt de draai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, klappen. Ja? Ja. Oké, ik begin. 2, 3, 1, oh. Oké. 2, 3, 1. 2, 3. Nee, oh, kom. 2, 3, oh. Nou, oké. Ja. Maar weet je. 2, 3, 2, 3. 3 So let the bells ring now for Christmas. Hallo, het is vandaag tweede kerstdag. Alle mensen in alle andere landen, dit hebben jullie lekker niet. Anyway, gisteren super leuk avond gehad met vijven. Allemaal spelletjes gespeeld en gewoon zitten lachen en praten en heel lekker gegeten. Nu is het tweede kerstdag en mijn familie komt zo. Dat is de familie van mijn vader. Komt allemaal langs vandaag. Het zijn allemaal kleine kinderen ook. En echt super romantisch. We zijn met 17 of zo. Wat ging ik zeggen? Oh ja, het is vandaag de laatste dag dat ik kerstliedjes kan luisteren. Dus ik ben maar even ervan aan het genieten. Wie herkent deze? It's Christmas time. Band-Aid 30. Dit is mijn ultieme lievelingskerstliedje. Ik dacht dat het iets was van vorig jaar. Maar ik ben er dit jaar weer helemaal obsessed mee. Dus ik weet zeker dat het mijn ultieme lievelings is. Do They Know It's Christmas, Band-Aid 30. Wel 30, want de anderen zijn stom. En trouwens ook wel een beetje I Wish It Could Be Christmas Every Day van Olly Murs. Want die heeft een hele leuke cover ervan. Dus ja, dat wou ik even zeggen. Hallo. Hoi. Het is een beetje donker hier. Oh ja, dat is een beetje. Ja, maar ik heb al een gekregen. Ik maak selfies. Oh, jij maar een kleintje hoor. Ja? Ja, ik krijg ze terug. Jongens, heb jongens, even nog een goed bord voor. Hey, we zijn even. Het is nog steeds tweede kerstdag overigens. We waren bezig met de taart voor het toetje. Maar toen kwamen we erachter dat we geen granaatappelpitjes meer voor hebben. Voor de taart! En dat is wel heel erg belangrijk. Heel belangrijk. Nu zijn we bij de app. Daar is mijn papa. Onze vriend. En we gaan even granaatappelpitjes kopen. En het is hartstikke gezellig en kerstig hier. Eigenlijk valt wel mee. Up your game, V-Town. Up your game. Oh, er staat wel een mooie kerstboom. Nou, hier is familie overdressed. Ready voor het kerstdiner. Let's go to beneden. Dit is zo awkward. Iedereen staat te kijken naar ons. Oké, let's go. Let's go. Kan iemand ons aankondigen als familie overdressed? AUB. Zie je, zag opa kijken. Ja. Kijk hoe overdressed ik ben. Oké, ja. Jongens, we gaan. 3. Ik ben helemaal klaar. Dit is fucking. We hebben net een hele foto gedaan en alles is lelijk. Nee, we gaan gewoon een selfie, ja? Ik hou niet van. Gaan we. Altijd dan denk je dat je er best mooi op staat, maar dan komt het erna en dan is het heel lelijk. Ja, nee. Ik weet het ook niet hoor. Nou, dat zo dus ja. Nou, dat zijn allemaal weg. Jenny, kom je ook zitten? Ik wil niet meer hoor, dat volgende. Ja, ik wil even. Kijk, zo snijden. Hij is echt mooi. Wil jullie zelf snijden? Of zal ik snijden? Jij snijden. En dat jullie bordjes gaan uitdelen? Ja. Wauw. Ja? Oh, wacht. Mis. Kan je iets zien? I don't know. We staan buiten. Mijn jurk aan. Ik zie er echt niet uit. En we gaan een Chinese lampion oplaten. Zo'n coole lampion. Dus dat wordt leuk. Helemaal gescheurd. Niemand vindt het een goed idee. Volgens mij gaan we het toch doen. Oh, in het water. Hij is nu als een bootje op het water aan het drijven. Blijft hij gewoon zo? Wanneer ja. Gaat dat vuur uit dan? Dat weet ik niet. Ja. Oh, zonde.
Ik heb nog steeds mijn lange jurk aan. Ik heb zoveel zin om mijn onesie aan te trekken. Maar we moeten even wachten tot iedereen weg is. Dus dat gaan we nu doen. Goed, 3 kerstdiners later. Ik heb eindelijk geen fancy kleren meer aan. Maar eindelijk mijn chille onesie. Mijn chille sokken. Eindelijk mijn chille BH weer. En ja, even een chill avondje. Ik heb nog 1 week hier. Het is best wel gek. Aan de ene kant heb ik nu zoiets van, ik wil hier niet meer weg. Omdat ik hier nu al heel erg gewend ben. Aan de andere kant denk ik, het is nog 6 weken. En sowieso worden het nog 6 fucking leuke weken. Want ik wil nog heel erg graag, zeg maar, allemaal dingen doen die ik nog niet gedaan heb. Dus het wordt leuk. En mijn vriendinnetjes daar weer zien. Even naar boven. Hoi jongens. Hoi. Ben je net aan het omkleden? Nee. Ik ben even aan het vloggen. Hey girl. Hey girl. Oeh. Floor picnic. Hallo. Hallo. I show you. Oh ja, trouwens. Jelda blijft hier slapen. Jelda is mijn nichtje trouwens. En ik ben moe. Voor de camera. Ik ga de vlog hier eindigen. En over een paar dagen komt deel 2. En dat is van Oud en Nieuw. Dus ik hoop jullie dan te zien. Doeg.